allemaal. God, wat een prachtig publiek. God, mag ik daar nu eerst even een selfie van nemen? Mag ik een beetje licht in de zaal? Degene die niet op de foto willen, die doen even de handen voor het gezicht. Ik zie er al een paar. Goed, we gaan het gewoon eens doen. Voilà, timertje erop. 3 seconden. Ja. En je mocht allemaal goed lachen. Klaar? 3, 2, 1. Voilà, dank u wel. Dank u. Ik wil dat nu even sharen op Twitter, Facebook. Oh, wacht. Dat is niet de bedoeling, zeker. Nee, ik ga mijn gsm uitzetten. Ik steek hem weg. Want ik wil nu niet bereikbaar zijn. Ja, ik wil mij focussen op jullie. En ik hoop van jullie hetzelfde. Wij kunnen namelijk 24 op 24 bereikbaar zijn. De technologie laat toe om overal en altijd beschikbaar te kunnen zijn. De vraag is alleen, is dat eigenlijk wel nodig? Wel, ik vroeg dat onlangs tijdens een digitale detox-inspiratiesessie die ik gaf aan mijn publiek. En er was één dame die deed het volgende. Maar een gsm, dat is mijn leven. Ik kan echt niet zonder. Er was geen weg naast. Het toestel werd voor haar neus op tafel gelegd en bleef op trilstand staan. Dames en heren, dit was een zeer ernstige zaak. Deze dame had namelijk de symptomen van FOMO. Wie kent er FOMO? Wat verstaat het voor? Exact. The fear of missing out. De angst om informatie te missen. De angst om bijvoorbeeld een berichtje te missen in de WhatsApp-groep van de skivrienden, waarin staat, er is nog 250 centimeter sneeuw gevallen in het skigebied waar je vorige maand zich gaan skiën. En dan zitten nog zo ongeveer 70 berichtjes staat er dan nog achter. Of het fantastische fotootje dat gepost werd op Instagram, waar je toch wel net een fractie te laat bent om als eerste te kunnen liken, namelijk de foto van Pussy. En Pussy, dat is de naaktgat van mijn buurvrouw. Heel belangrijk dat we dat niet missen. Of het bericht van Angelique, een vriendin van heel lang geleden, die een koeien van letters op Facebook zet. Ik ben aan mijn strijk begonnen. The fear of missing out. Het installeert als het ware een antennetje bovenop je hoofd. En af en toe roept dat in je brein... Check your phone now. Vroeger. Ha. Maar vroeger dan was alles anders. En vroeger dan keken wij televisie in de living. En op het salontafel, ik weet niet of er nog mensen zijn die dat weten, maar op de salontafel lag dan het tv-bladje en daar was dan met stilo aangeduid wat we gingen kijken. Ja. En telefoneren, dat was in de hal. Ja, bij ons thuis was dat de meest verschrikkelijke plaats om te telefoneren, want dat was eigenlijk de vestiaire. Maar als gevolg, als je je omdraaide, dan zag je jezelf in vol ornaat telefoneren. Mijn rekeningen die waren nooit heel hoog. En het computer, de computer, ja, als er al een in huis was, dan was dat een stuk van het meubilair in de bureau. En het strafste van al, dames en heren, dat was allemaal verbonden met een draad. En daar waar wij tv keken in de living en telefoneerden in de hal, en de computer in de bureau stond, kunnen wij dan allemaal op datzelfde kastje. Draadloos. Ja. Je gsm, altijd bereikbaar zijn, 24 op 24 beschikbaar zijn. Het is van deze tijd. Maar ik heb even een tip nodig nu. Ah ja. Ik zou eigenlijk mijn gsm, zijn functionaliteit, eigenlijk niet willen missen, want... Versta me niet verkeerd, het toestel biedt mij wel degelijk functies die ik heel graag gebruik. Bijvoorbeeld mijn gesynchroniseerde agenda. Nou, dat vind ik fantastisch, hè? Vind ik fantastisch. En Waze is mijn vaste reispartner in de auto. En ja, mijn professionele Facebookpagina is nu eenmaal een onderdeel van mijn marketing. Maar
ik kan hem echt wel missen. En dat is ooit anders geweest. Nou, ik durf het nu wel zeggen. Mijn naam is Christine Withoek en ik ben verslaafd geweest aan Candy Crush. Ik werd opgeslokt door Google. En ik verslond mij op alle nitty-gritty details in PowerPoint en Word. Ja. Ik werd kribbig en bitsig als men mij uit mijn roes haalde als ik weer verdwaasd voor mijn computer zat. Ja, ik leed aan infobesitas. Ja, infobesitas, dat is informatieovervloed. Wist u dat wij tegenwoordig in 1 jaar tijd evenveel informatie te verwerken krijgen als iemand in de middeleeuwen gedurende gans zijn leven? Ja, en die informatie is dan beschikbaar, maar ze wordt je ook nog eens toegestuurd. Soms willens, soms nillens. Koop maar eens 1 keer een paar schoenen op het internet en het internet denkt dat je er nog 6 ander nodig hebt. Ik had ook last van nomofobia. Kent er iemand nomofobia? Nomofobia is het fysieke gewaarwording wanneer dat antennetje op je hoofd nog maar eens heeft gezegd check your phone now en je tot de ontdekking komt dat je gsm niet in je hand ligt, niet in je broekzak steekt en niet in je handtas. Op dat moment is er maar 1 ding dat telt. Waar is mijn telefoon? Waar? Wilt er alstublieft iemand bellen dat ik hoor waar dat mijn telefoon ligt? Ja. Te veel is te veel. Ik werd met mijn neus op de feiten gedrukt toen ik weer eens verdwaasd voor mijn computer zat, midden in mijn herstelperiode van burn-out. En ik hoor zo wat gestommel aan de rechterkant. Mijn gezin stond op punt van te vertrekken. En ik kijk op en ik zeg, ah, ja mama, wij zijn weg. Ah ja, ik zal mij klaarmaken. Nee mama, jij gaat niet mee. Excuseert? Nee mama, we hebben al 4 keer gevraagd om je klaar te maken. En je hebt ons 2 keer genegeerd en 2 keren hebben ons afgesnauwd. Dus wij gaan alleen. Daar zat ik. Een koude douche. Begon ineens te dagen, wacht even, zo wil ik mijn leven niet leiden. Ik begon ineens te snappen dat het digitaal werken en leven dat als het ware een brandstof was van mijn burn-out. Ja? Dat mijn perfectionist, mijn pleaser en mijn controlefreak zich volledig te goed deden aan de online wereld, ten koste van mezelf. Ja, mijn perfectionist die kon alles controleren. Dat was de immense controle van alles nog eens checken hier en checken daar. Mijn controlefreak die verloor zichzelf in alle mogelijke Excel-sheets. En mijn pleaser ja, die antwoordde nog liever gisteren dan vandaag, maar vond het dan ook wel geweldig dat we 24 op 24 e-mail, telefoon, sms, gelijk welk communicatiemiddel kon antwoorden. Nou. En naarmate dat de tijd verstreek, kwam ik tot de ontdekking dat het zich verplicht voelen van 24 op 24 beschikbaar te zijn, dat dat niet alleen iets van mij was. Ik belde een vriendin en ze nam de telefoon op en dat ging als volgt. Ik kan nu niet antwoorden, ik zit met een dokter, kun je straks terugbellen alstublieft? En dan denk ik, waarom pakt het nu eigenlijk af? Want je bent niet bereikbaar en niet beschikbaar en toch pakt je de telefoon op. Of het gesprek dat ik had met een collega, zo over koetjes en kalfjes, heel de tijd aan het babbelen, en zo op regelmatige tijdstippen nam hij op een zeer natuurlijke, gezwinde manier zijn gsm uit zijn achterzak, scrolde wat op en neer, typte een paar woorden in en stak hem gezwind weer terug. Na de 5e keer heb ik hem aangesproken. Die man had dat niet door dat hem dat deed. Dat was een gewoonte, dat was een automatisme. Maar hoe komt dat toch? Hoe komt het dat wij de verleiding tot afleiding niet kunnen weerstaan? Zijn wij dan zo zwak? Nee, dames en heren. Wij zijn niet zwak. Wij zijn kwetsbaar. De Mark Zuckerbergs en de Steve Jobs van deze wereld die weten dat maar al te goed. De ontwikkelaars van apps die maken gebruik van habit-forming technology. Dat is technologie die gewoon de apps zo maakt dat ze ons verleidt, dat ze onze aandacht trekt, onze tijd inpikt, antennetjes installeert in ons hoofd. Ja.
En hoe onvoorspelbaarder de beloning, want daar gaat het eigenlijk over op die apps, hoe meer dat we ze gaan gebruiken. Het speelt in op de manier waarop dat wij als mens reageren op prikkels. En dan vooral die prikkels die inspelen op ons gelukshormoon. Enfin, kort door de bocht, zijn eigenlijk al die apps drugsdealers. Dealers van dopamine. Ja. Dat rood bolken op dat icoontje op uw gsm. Woes, dopamineshot. Het aantal likes op uw Instagram-foto. Woes, dopamineshot. Ja. En die zo in grote koeien van letters. You rock. Wanneer je weer eens monsterscore hebt gehaald bij Angry Birds. You woes, dopamineshot. Ja. En als wij ons dan onrustig of onwennig voelen of ongelukkig of zelfs ons gewoon vervelen, dan gaan we die dopamineshots opzoeken. En dan gaan we een spelletje spelen, gaan we op social media beginnen met de app-hoppen, zoals ik dat noem. Woes, 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 dopamineshots. Klinkt allemaal heel dramatisch. Maar zo dramatisch is het niet. Nee, ik ben ervan overtuigd dat wij de verleiding tot afleiding kunnen inperken. Ik ben ervan overtuigd dat wij er iets aan kunnen doen. Ik vind dat wij op onze strepen moeten gaan staan. Waar is dat fluo hesje hier? Nee, ik geloof oprecht dat wij wel gebruik kunnen maken op een gezonde manier van dat wat dat internet en de digitale communicatie ons biedt. Dat we die functionaliteiten voor ons kunnen gebruiken. Er is wel een voorwaarde aan verbonden. Want dat betekent dat we bewust moeten leren omgaan met die technologie. Dat we onze valkuilen moeten herkennen en erkennen van dit online wereld. Ja, en ik zeg niet dat je je smartphone ineens door de venster moet smijten. Nee, ik geloof in een digitale detox. En wat is digitale detox voor mij? Drie aspecten. Ten eerste, meten is weten. Peter heeft er straks al over gesproken, maar wist u dat de gemiddelde Vlaming ongeveer 34 keer per dag zijn smartphone vastneemt om effectief iets te doen? Bij jongeren is dat 100 keer per dag of meer. 1 op de 4 Vlamingen checkt 's nachts zijn smartphone. Hoe zit dat bij u? Weet u hoeveel dat u uw smartphone gebruikt en welke apps u gebruikt en hoe lang? Het tweede aspect is kiezen. Kies hoe bereikbaar je wilt zijn, op welke manier, wanneer. En het derde is communicatie over communicatie. Ik heb mijn dochters laten weten dat ik geen notificaties heb op WhatsApp. Ze vinden dat niet tof, maar dat is iets anders. Ja. Maar weet bijvoorbeeld uw baas dat je in het weekend geen mails moet lezen, dat stringend is dat je moet bellen. En weten uw collega's dat je maar 3 keer per dag je mails gaat lezen. Op die manier, met die 3 aspecten, kun je een digitale detox leren. Ja, het is leren, leerbaar. Nu, zo denk ik, Christine, dat is allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik ga u alvast 1 tip meegeven. Koop u een wekker. Zo denk ik, Christine, koop u een wekker. Wat heeft dat te maken? Kijk, ik ga u eventjes meenemen naar mijn living. Ik zit televisie te kijken en ik heb mijn smartphone op de leuning liggen van mijn zetel. Ah ja, want als het reclameblok er is, dan wil ik mijn social media, mijn e-mail, alles checken, terwijl de reclame... Het is gezellig te kijken. En we gaan slapen. Schat, we gaan slapen. GSM, mee naar boven. Ik stel mijn wekker in op mijn GSM. En terwijl zie ik dat er een berichtje is op WhatsApp. Ik check WhatsApp. Ah, een uitnodiging voor een feestje. Ik ga naar mijn agenda. Ondertussen ben ik in de badkamer. In de agenda zie ik dat het een berichtje is van iemand die per e-mail had gezegd dat er een feestje was. Dus ik ga naar mijn e-mail, ik lees even 6 e-mails en ik ga dan verder. Ondertussen probeer ik mijn tanden te poetsen. Tegen dat ik die mails allemaal gelezen en dan eindelijk die mail heb gevonden, zie ik dat eigenlijk een Facebook-uitnodiging. Dus ik ga naar Facebook. Ondertussen probeer ik mijn pyjama aan te trekken. En ik ga zo verder tot ik plotseling terug... Ja, dat juist. Ik moest eigenlijk in WhatsApp iets aanduiden. Tegen dan kom je in de slaapkamer. 2 mogelijkheden. Eerste mogelijkheid. De partner ligt in dromenland. Bougeert niet meer. Tweede mogelijkheid. Je ziet een gefronst, blauwachtig gezicht dat zelf ligt te scrollen op de telefoon. En dames en heren, ik kan u verzekeren,
The window of opportunity is voorbij. Dat is kopijn. Volgende ochtend word je wakker van je gsm. Je pakt je gsm, je schuift dat weg, je kijkt dat. Ah, berichtje op WhatsApp. En je begint terug. Heel het verhaal begint terug opnieuw. En als het een beetje tegenzit, dan ben je wellicht je werkmail al aan het lezen voor je nog goed en wel aan de ontbijttafel zit. Het kan ook anders. Ik heb een wekker gekocht. Mijn gsm ligt op zijn favoriete plekje, namelijk op de kast in de lader. Schat, we gaan slapen. We gaan naar boven. Poetsen onze tanden en doen eventueel een pyjama aan. We gaan naar de slaapkamer. Nee, de rest vertel ik niet. De volgende ochtend word je wakker, je tikt de wekker af, je draait je om, je geeft elkaar nog eens een heel gezellige ochtendknuffel, je maakt je samen klaar, je ontbijt samen en gaat werken. Meten is weten, kiezen en communicatie over communicatie. Dat is voor mij cruciaal om gezond te kunnen omgaan met digitaal werken en leven. En ik ben ervan overtuigd dat wij dat allemaal kunnen. Ik neem die drie aspecten mee in mijn coachings, in mijn workshops en in mijn individuele begeleiding en in mijn sprekersessies. Dus ik hoop dat jullie daar ook iets aan hebben en er iets mee kunnen doen. Trouwens, die selfie van daarstraks. Ik zal die te gepaste tijden op mijn manier, op mijn keuze, zal ik die posten wanneer het mij past. Dank u wel.